gestoten, oftewel de overdruk terug van haar motor ging open, waardoor zij dus druk verloren op haar turbosysteem. En dat was de reden waarom de motor ermee opging. Dus er kwam Koos helaas problemen met zeg maar het inlaatsysteem. Gaan we over naar de orde van de dag. Jos Wijnstra, we zien het wel natuurlijk in Amerika, sinds een aantal jaren in Nederland. Heeft in 2012 meegedaan aan twee indoors met zeer veel succes en volgende plaatsen. Maar hier weer gewoon een indoor in Zwolle bij de 30e editie. En gaan wij kijken naar Jos Wijnstra. Staan bij de B1 Koen.